Ja, we zijn natuurlijk blij dat er terug iets kan. Zeker in deze belangrijke advents- en kerstperiode merken we dat mensen echt wel nood hebben aan een soort van connectie met het religieuze aspect van kerstmis. Jazeker wel, er is nood aan religie, althans dat zegt deze pastoor. De kerken zijn open en dat is goed nieuws voor de religieuze honger. Maar ook voor iets anders. We denken dat we met een verlies van rond 800.000 euro dit jaar zullen afsluiten. 800.000 euro, dat is heel veel geld. Blijkbaar heeft er daar in de kerk iemand een gat in zijn hand. Begin dat koekje maar open te maken, Pascal. Toch staat de religie onder druk en mogen alleen mensen samenkomen bij erediensten, zoals huwelijken en begrafenissen. Volgens N-VA-politicus Michael Freilich is een Joods huwelijk onder de huidige omstandigheden ook bijna niet meer houdbaar. Bij een huwelijk heb je dan 10 mannen, de bruid, bruidegom en de familie, de vader, de moeder. 10 mannen en een bruid en een bruidegom. Dat klinkt als een heel cool seksfeest. Ik ben graag de zatte nonkel daar. Misschien kunnen de geloofsgemeenschappen ook eens wat water bij de wijn doen, om maar eens in religieuze termen te blijven. Geloof beleven met z'n allen is inderdaad beter. Maar de vraag is, gaat God boven de volksgezondheid? En moet het wel in een kerk? Volgens deze pastoor niet. Je kan ook thuis een religieus moment hebben. Inderdaad. Zoals iedere kerst. Onze Vader, die in de keuken zijt. Waar blijven godverdomme die kroketten? Veel meer mensen maken van hun eigen huis een klein kerkje. En de verkoop van noveenkaarsen, Pascal, is enorm gestegen. En vanwege corona zijn mensen blijkbaar op zoek naar kaarsen met bepaalde heiligen ook. En dan gaan ze ook meer op zoek naar Rochus. Dat is ook iemand voor de lelijke dingen in de wereld. Ook Heilige Rita is een bestseller. En ons Antonius. Maar de best verkopende kaars is natuurlijk onze eigen heilige Marcus Faurantius. Die blijft maar branden, dat is ongelooflijk. Iedere keer denk je, nou, ik had hem toch uitgeblazen. Maar dan brandt hij toch weer. Het is een hele gezellige, dikke kaars. Maar niet alleen kun je de kerk in huis halen, de kerk kan ook naar jou toe komen. Zoals tijdens de eerste lockdown, toen de pastoor met megafoon langs ging bij de woonzorgcentra. Wij zullen het virus samen overwinnen. De tocht duurt nog lang, misschien nog heel lang, maar we zullen niet opgeven. Maar goed, met zo'n microfoon word je als pastoor zijnde natuurlijk nog meer de stem van God. De Florentia, hoe gaat het daar? Vandaag komen ze ons testen. Ja, ik weet het. En laat ons dan nu in stilte bidden. Amen. Leuk. Dankjewel.